tricks video. Ik ga vandaag schuim maken. Vind je dit heel leuk? Abonneer dan gratis op ons kanaal en zet het belletje aan, dan mis je niks. En een duimpje omhoog. Wat heb ik hiervoor nodig? Ik heb nodig suiker, eiwit, water, een hele goede ontvetter. Ik gebruik alcoholspray, maar je kan ook gewoon citroensap gebruiken. Een pan met een hittebron, een gacht, een bekken en een planeetmengertje. Tje. Dit is een 60 liter machine bij ons. En dan houdt in dat in dat bekken kan eigenlijk 60 kilo slag. Een beetje schaal hebben we ook nodig. Want we beginnen met 5 kilo suiker. Het is heel belangrijk dat alles vetvrij is bij schuim. Dus de pan die ook net helemaal goed schoon te maken. En dan gaat er 5 kilo suiker in. Maar dat maakt niet uit. 0,7 liter water. Dat gaat op mijn hittebron. Ik zet hem vol vermogen. Gelijk even doorvoeren met de gacht, dat er geen lucht onderin zit, want dan gaat de suiker verbranden. Dan ga ik nu het bekken insprayen met alcohol. Het is gewoon pure alcohol zit hierin. En de gacht ook. En dan met een papiertje. Mensen heel goed opletten, horen ze junior in de winkel. Die zijn met oma. Nou, die zijn op mij te wachten. Staat op Sofie te horen. Ik ga nog even een boodschapje doen. En hier gaat 2 liter eiwit in, 2 kilo en 2 kilo suiker. Weer hetzelfde, recht uit de zak. Thuis kun je dit natuurlijk niet zo makkelijk kopen, maar wij hebben echt gescheiden eiwit. Want anders hebben we weer heel veel eidooiers over. Of als we eidooiers nodig hebben, heel veel eiwit over. Dus ik koop daar liever gescheiden. En dan moeten we zo gaan plannen dat de suikerstrook, als die 122,5 graden is, dat mijn schuim goed is. Dus ik zet hem nog niet aan. Als mijn suikerstroop 110 graden is, ga ik hem aanzetten. Ik zet hem natuurlijk al wel klaar. De suiker is nu 110 graden, zegt de thermometer. Dan zie je hier zo een beetje van dat schuim. Dan moet je er afscheppen. En als je daar heel veel hebt, heb je een beetje vervuilde suiker. Dan ga ik nog controleren, want voor de mensen die thuis geen thermometer hebben, die kunnen dit zelf ook controleren. Dan moet je een beetje van je in ijswater gieten. Zak naar beneden. En als je dat bij elkaar doet, je
Dat je er een zacht bolletje van kunnen maken. Kijk, dit is een zacht bolletje. Dus het klopt ongeveer dat hij zo rond de 110, 115 graden. En in het water, als je het in het water houdt, moet hij hard stevig zijn. Ja, dat klopt. En eruit moet hij zacht zijn. En dan zit hij rond de 110, 115 graden. Zometeen bij 122 en een halve graad. Dan moet het een hard bolletje zijn als je hem eruit haalt. Dus dan gaan we dat dan weer testen. Wat ik nu ook doe, nu hij op 110 staat, is de planeetmenger aanzetten. Dan druk ik op start en dan gaat hij niet aan, want ik moet de hoofdschakelaar even omzetten. En hier hebben we heel veel snelheden. Ik zet hem niet vol uit. Ik zal heel even doen. Ja, dit is zo snel. Hier zo. Rond standje 11. En als die lollig is, dan zet ik hem langzaam. Maar dat moet niet te vlokkerig zijn als je de stroop erbij biedt. Maar het eiwit is, zoals ik dat nu noem, zeg maar lobbig en niet vlokkig. Vlokkig dan is hij, ja, moeilijk uit te leggen, maar dan is het meer als een wolk. En nou is het net slagroom. Zo moet hij eigenlijk zijn. Dus nou zet ik hem in zijn laagste versnelling. En dan draait hij heel rustig rond. En dan heb ik zo'n tuitje. Om de stroop er langzaam in te gieten. De stroop is nu ook bijna op temperatuur. Ik heb tussendoor, hou ik dat natuurlijk heel goed in de gaten. En hij is nu 120 graden. Kijk, als ik naar de thermometer ga, hij stijgt mooi, 122. Ja. Ja, kijk, hij is er voor mij. Laat ik nog even zien hoe dat het werkt met het balletje in ijswater. Hoe je een hard balletje krijgt. Stroopje, een balletje, een draai ik er niet van. Nu nog zacht, even in het koude water. Weet ik gelijk of mijn thermometer goed is. En eigenlijk heb je nou een soort snoepje. Mooi, hè? En hij is nog aan de zachte kant. Dus ik wacht nog 2 minuutjes. En dan gooi ik de stroop erbij. Voor de veiligheid doe ik handschoentjes aan. Let op ook, voor kleine kinderen is er wel gevaarlijk werk. Dus als een kind dit maakt, laat dan je ouders in ieder geval dit eventjes doen. Dan moet het in een dun straaltje, moet de stroop erbij. Dan hebben wij mooi zo'n opzetstukje voor. En ik laat de machine ook gewoon zo langzaam draaien. Ze noemen dit kookschuim of Italiaans schuim. Ik vind het persoonlijk het lekkerste schuim wat er is. Wat heel slim is dus om te doen, is om nou de pan gelijk schoon te maken met heet water. Anders dan koekt de suiker aan. Dan zetten we hem weer op de hoge versnelling. En nu moet hij 5 tot 10 minuutjes draaien totdat hij niet meer heel heet is. Daar gaan we schuimkrantjes op spuiten. De schuim is goed. Dat zie ik aan de kleur. We hebben altijd de ultieme test voor schuim. Kijken of dat die goed is. Dat ga ik nou laten zien. Wanneer is de schuim goed? Als je bek op zijn kop kan houden. En dan gaan we er blijven in zitten. Dat is heel leuk, bij je leerling doen we dat wel eens. Die schrikken dan.
heel thuis keuken naar Italiaans gaan. Ik tik liever niet te veel met die gracht. Door hard tikken gaat hij kapot. Gaat hij kapot gaan. Liever even rustiger. Nou, elk jaar een nieuwe gracht moeten kopen. Het is een heel taai schuim. Het is heel anders dan als je de Hollandse met de koude methode gebruikt. Het voordeel van dit schuim is dat het heel lekker is na het bakken. Dus het is een taaie kerk. Nou, je wilt de spuitzak. Het eerste doe ik altijd even eruit. En dan gaan we het krantje spuiten. Je moet goed in de gaten houden dat het gaatje in het midden groot genoeg is. Want het moet wel op de takken passen. Als je het dicht bij elkaar doet, het schuimkrantje wordt groter. Past het niet om een tak? Je kan het ook gewoon thuis maken. Het receptje voor thuis vind je onderaan bij de vlog. Dan moet je wel zorgen dat je veel bakplaatjes hebt. Nu gaan we ze decoreren. Daar kan je allemaal verschillende dingen voor kiezen. Wat je leuk vindt. Je kan ook sterretjes, vlokjes, confetti. Het moet wel mee kunnen bakken. Dus chocola gaat niet, want dat gaat natuurlijk smelten in de oven. En dan strooi je het dan op. Je zou ook een deel met alleen witte kunnen doen, een deel met alleen groene en een deel met alleen rode. Voor de kerst. En ik kies allemaal dezelfde. En dan tik ik altijd met de plaat. Dan heb ik mooi alles verdeeld. Ja, en dit gaat bijna vol karretje worden. Ik heb een spuitzakje met rode schuim gemaakt. Want hier komt nog een verrassing die ik elk jaar maak. En nou moeten jullie gaan raden wat dit wordt. Het wordt een kerstman. En dan geven we hier met een. Dit zijn paaseitjes van die suikerpaas. Deze kerstman krijgt voor mij groene ogen. En naar het bakken is er een kerstman. Oké. Je moet altijd in de gaten houden dat de aansluiting sterk is, want anders dan breken ze heel snel. Finishing touch. Gooi ik er nog wat suiker over. Leuk hè? Kerstmannen. Het is me gelukt. De schuimpjes en de kerstmannen zijn opgespoten. Dan hebben we op onze oven, op onze kachoven zoals we het noemen, hebben we twee programma's. Schuim klein en schuim groot. Dus de kerstman schuim groot. Dus die bakt langer. Maar deze bakken
40 minuutjes. We gaan met 140 graden in, maar dan gaat de oven gelijk terug naar 100 graden. Nu gaan ze de oven in. Thuis moet je de oven op 120 graden zetten. En kaart 2 gaat erin. Valt tegen met één hand. En dan gaat hij dicht. Dan druk ik op start. Dan hoor je gelijk een geluidje. En dat is een wasemklep, zoals we het in de bakkerij noemen. Die gaat open. Dus al het vocht gaat uit de oven. We zijn 40 minuten verder. Dus mijn toetertje gaat. Ga kijken of ze daar zijn. Ik check daar altijd nog. Dan is de computer bij ons. En dan heb ik mijn laatste stukje uit de spuitzak. Verspil ik in ieder geval geen kruintje. Dat is in de zuinigheid van bakkers. Ja, ik wil hem nog even geven. Kijk, de zak van binnen. Hij moet niet te zacht zijn. Maar hij moet niet te zacht zijn, nee. Hier staat al een meisje wat krak op moet. Op maar 100 graden, kan je gewoon gelijk al eten. Net iets te zacht. Wel lekker, hè? Nee, ik hou helemaal niet van dat zachte in een schuimkratje. Ik heb liefst dat ze helemaal droog zijn. Dat vind ik lekker. Maar dat kan ook toch, als je dat lekker vindt, dan kan je ze iets langer laten zitten. Ja. Hoe ik altijd bij een goeie kijk, dan tik ik erop. Kijk, en nou schiet ik hem met mijn vinger in. Als dat niet meer gebeurd zijn, ze goed. 5 minuutjes, dan haal ik ze eruit. Weer even kijken. Kijk, en nu tik ik. En nu blijft die, deukt die niet in. Mooi eggetje. Het is warm, hè, schat. Dan moet in een koude oven, toch? Tenminste, verhouding koud, hè? Ja, nou is je maar 100 graden over. Dus daarom doe je het eigenlijk altijd 's middags, toch? Ja. Het duurt heel lang voordat deze oven afgekoeld is. Kijk, dit zijn de kerstmannen. Die geef ik nog 10 minuten. Leuk, hè? Die hebben een dikke baard. Een dikke baard, ja. En een soort kaboutermuts. Als ze afgekoeld zijn, dan heb je een taai binnenkantje. Dat is nu nog niet te zien. De lens slaat aan. Oh. Ik wil zo'n lekker hard stukje. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze bakflix video van vandaag. Volgende week, zaterdag, zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe.